Schiespoor, spoorvereniging. Jullie moeten weg uit deze locatie, Fred. Goedemiddag. Ja. Waarom moeten jullie weg? Nou, we hebben een brief van de gemeente ontvangen dat de huurcontract is opgezegd. En dat wij moeten, het pand moeten opleveren. Ja. En we hebben nog geen nieuwe onderdak. Nee. Nou, wordt er een huurverhoging hier toegepast? Is dat voor jullie betaalbaar? Nee. Maar daar is nu natuurlijk geen sprake meer van. Want ja, de huur is opgezegd. Ja. Wordt er ook een beetje geadviseerd wat te doen? Nou, we zijn wel in contact met de gemeente. Ja, alleen we hebben nog geen alternatief ontvangen. En we hebben wel wat hints gekregen, maar die zijn gewoon onbetaalbaar voor ons. Ja, zoals? Kan je een voorbeeld geven? Ja, zoals een ruimte op station Schiedam. Ja. En dat hebben we geprobeerd een paar maanden. Totdat we de rekening voor gas, water, licht viel natuurlijk wel mee. Maar de overige kosten, dat was wel erg hoog. Ja. Wat zou dat voor Schiespoor kunnen betekenen als jullie hier weg moeten? Nou, dan dit is eigenlijk een beetje de ondergang van de vereniging. Ja. We moeten toch een betaalbaar onderkomen zien te vinden. Ja, wat kan je bedragen noemen? Wat vind je een betaalbare huur? Ja, dat zal niet meer zijn dan een paar duizend euro per jaar. Ja. Wat hebben jullie nog meer voor voorzieningen nodig? Want je zit al heel lang hier. Ja. Maar wat zijn met name de voorzieningen binnen het gebouw waar je aan moet voldoen? Nou, het is gewoon gas, water, licht. Ja. Gewoon de standaardvoorzieningen. Ja. Nou, zijn jullie een beetje radeloos. Wat is op het ogenblik het laatste contact wat je gehad hebt? Dat is het een paar maanden geleden. Ja. En eigenlijk sindsdien is er stilte voor de storm. Inderdaad. Nou zeggen mensen wel, je moet dan zelf voor een oplossing zorgen en bedenken. Hebben jullie zelf je ogen op een locatie laten vallen? Ja, dat is vrij lastig, omdat de meeste locaties, die vragen toch aardig wat huur. En dat kunnen we toch niet opbrengen. Nee. Dus bij deze een oproep, Fred. Ja. Nou, ga je gang. Wat zoek je? Wat heb je nodig? Nou, we zoeken toch een leuke, betaalbare locatie voor de vereniging. 200 vierkante meter. En dat zou wel ideaal zijn, met vrije parkeergelegenheden.